Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Hey Luc. Hey Loïc. Hoe is het? Ça va? Ça va? Ja. Zeg Luc, in Amerika hebben ze zo een gigantische burgercultuur. Dat begint bij ons stilletjes aan ook te komen. Wat is het verschil nu tussen die Amerikaanse burger en de burgers dat wij hier in België eten? Natuurlijk, die Amerikanen die hebben geen stoofcultuur. Wij wel, dus wij werken met soepvlees, werken met stoofvlees. Door het feit dat die Amerikanen dat niet hebben, zijn die gaan denken van we gaan dat vlees gaan gebruiken in allerlei soorten van hamburgers. Ja. Grof gemalen, fijn gemalen. En dat welk stukje is deze? Deze is een stuk van soepvlees, het kortsel dat wij zeggen. Ja. Hey, want je ziet, de ribben zitten hier nog in en er zit heel veel vetweefsel tussen. Ja, ja, ja. En het is dat we moeten hebben. Hè. Als we die hamburger gaan maken en we kunnen deze vlees gebruiken en eventueel nog vet toevoegen dat op de ribben gezeten heeft, ja, dan hebben we een perfecte verhouding om ermee aan de slag te gaan. Dat schrikt mensen wat af, hè. Vet, vet, vet. Ja, maar vet is niks verkeerd mee, als je in de juiste verhoudingen zit. Ja. En als je dan zo'n hamburger gegeten hebt en je zit dan voldaan, dan zeg je ja, dat ga ik volgende week nog eens eten. Ja. Bon, burger maken. Ja. Toon ons dan een keer. Deze stuk, daar gaan we gewoon de ribben wegsnijden. Kijk, dan hebben we deze geheel, waar we eigenlijk alleen nog in stukken moeten doen. Dus dat gaan we eruit snijden. Zie hoe schoon gemarmerd vet dat daarin zit. Mooi, hè? Oh, zalig, jong. Deze die gaan we al zeker mee gebruiken. Ja. Dan snij ik dat nog eens in blokken, dat we dat kunnen vermalen in onze machine. Hoe dat ik het nu begrijp, is het eigenlijk niet te veel soorten vlees vermengen. Je moet gewoon een goed stuk kiezen wat er al vet in zit en gedaan. Ja, en wat we dan kunnen doen, want ik vind deze eigenlijk nog te mager en ik vermoed dat jij dat ook vindt. Deze ribeye die hier ligt, daar kunnen we dat overtollige vet dat hier zit, kunnen we er gewoon wegsnijden. Want dat hebben we niet nodig. Dat kunnen we er sowieso al integraal bij doen. En als we dat mee gaan vermalen, mijn klant content dat er niet te veel vet aan de kot al los zit. En ik content met mijn burger. En jij content met je vet in je hamburger. Kunnen jullie mij nu laten zien hoe ik hiervan een burger maak? Want jawel, als ik dat zo aanbak, gaat dat niet lekker zijn. Hè? Nee, gewoon niet doen. Nee, okay. Gewoon er eerst een andere vorm geven. Kijk hoe. Amai, motje. Is dat wel helemaal anders, hè, mijn structuur. Amai. Dat ziet er nu echt totaal anders uit dan Amerikaan. Amerikaan ziet vuurrood, daar zit je vet in. Nee, inderdaad, de ideale basis. Dikke merci, Luc. Ik ga er super lekker burgers mee maken.